Mijn naam is Paul Segers. Ik ben werkzaam bij Stichting Palga sinds 2011. En mijn opdracht is om ongeveer 30 landelijke pathologieprotocollen te ontwikkelen en die uit te zetten in de ongeveer 55 laboratoria in Nederland. Uitdaging daarbij is dat men moet proberen deze protocollen landelijk te adapteren, dus te gaan gebruiken. En het grootste voordeel daarvan is dat we een gestandardiseerde verslaglegging kunnen krijgen in Nederland voor grote oncologische diagnostiek preparaten. En daarbij is een eenheid van taal en definities. We noemen dat synoptic reporting, waar deze verslaglegging in gemaakt wordt, is daarvoor het middel. De belangrijkste reden is natuurlijk deze mensen allemaal zover te krijgen om dit op deze manier te gaan gebruiken. Dus dat ligt ook op mijn bordje in samenwerking met allerlei wetenschappelijke verenigingen. Die dus ook input hebben in deze verslaglegging. En deze verslaglegging is gebaseerd op de Oncoline-richtlijnen van de IKNL. En die reportages die moeten dan ook zo helder zijn dat die heel goed te gebruiken zijn in de besluitvorming voor verdere behandeling van de patiënt. Als de patholoog een goede en heldere diagnose stelt, dan is het ook veel beter in te passen in de richtlijnen om te kijken wat voor behandeling moet je doen. En daarvoor moet je wel de juiste taal met elkaar spreken. Dus die synoptic reporting die wordt ingevuld zeg maar, tijdens de werkzaamheden van de patholoog, dus niet een aparte web-based systeem. En daarvoor moet je die protocollen zo maken dat ze ook inpasbaar zijn in de werkzaamheden van die patholoog. Nou, Loginets en ICT hebben een product samen die heel flexibel is. Het voordeel is van Loginets. Het voordeel van ICT is dat zij een grote organisatie hebben die makkelijk kunnen opschalen en heel sterk meedenken in oplossingsgerichte middelen. En we willen ook proberen dat onze landelijke databank, die verzamelt al die gegevens, dus dat is al sowieso. Maar we willen ook dat ook die belangrijke gegevens ook nu protocolair aangeleverd worden via die synoptic reporting. Als we dat voor elkaar krijgen, dan zijn we echt uniek in de wereld. Dat is één. We hebben dan sowieso de meest sophisticated software. Dat is twee. En we spelen eigenlijk het beste in op de aankomende veranderingen die eigenlijk, ja, laat maar bijna zeggen, morgen aan de voordeur staan. Aan de ene kant is ook het voordeel dat het A voor de directe zorg is. Aan de andere kant is dat deze gegevens die protocolair gestandardiseerd zijn, ook voor het wetenschappelijke tak heel belangrijk zijn. Zodat er veel beter onderzoek gericht gedaan kan worden.